staan hier in de Eemshaven. Hier is een grote verplaatsing aan de gang van materiaal. Waar bent u mee bezig? Wat je hier nu ziet is dat al het materiaal wat wij voor de missie in Mali nodig hebben naar de Eemshaven brengen. Dat gaat vanaf verschillende locaties in Nederland. Vanochtend vanuit Rukve, vanuit Gilserijen en Soesterberg. Verschillende voertuigen die we nodig hebben in Mali, materieel, alles wordt hier verzameld. En dan volgende week wordt het op de boot gezet en dan wordt het getransporteerd naar Mali toe. Wat neemt u nou zo al mee op zo'n vredesmissie? Ik neem aan dat u ongewapend gaat. Is van alles. Vrachtwagens die we nodig hebben voor transport, gewone Mercedesjes zoals je hier ziet, ambulances, brandweerwagens, maar ook gepantserde voertuigen, verkenningsvoertuigen. Dus een heel scala aan materiaal en middelen. Is het voor de Defensie een lastige missie? Ik neem aan Mali, het lijkt me geen gemakkelijk land om te kunnen rijden. Moet u daar nog speciale maatregelen voor nemen qua materieel? Nou kijk, er wordt altijd een afweging gemaakt van wat hebben we daar nodig aan materiaal en middelen. Wat je hier ziet, dat is uiteindelijk de uitkomst van een analyse die we in de voorgaande maanden hebben gemaakt. Van wat hebben we nou nodig, hè, om daar makkelijk te kunnen opereren. Nou, dat zie je hier staan.